gaan we naar Engeland. Want na de grootste electorale tegenslag uit de geschiedenis kiezen de Britse conservatieven dit weekend een nieuwe leider. Morgen is dat. En dat is niet voor het eerst, want het wordt de zesde keer. Je zei het al even, Michiel, in 8 jaar tijd dat ze een nieuwe leider moeten zoeken. Sommigen zaten daarvan maar heel even. Liz Truss, inderdaad, een paar weken. De leeftijd van een krop sla heeft overleefd. Cammy Badenoch en Robert Jendrick, die doen een poging. Ja, we hebben Rishi Sunak natuurlijk nog gezien. Boris Johnson gezien. Nou, dat is nogal wat gepasseerd de afgelopen jaren. Bij ons Lia van Beekhoven, onze correspondent in het VK. Lia, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, 5 juli stapte de voormalige premier Rishi Sunak op. Van de 6 kandidaten die eind juli in de ring stapten, zijn er 3 maanden later nog maar 2 over. Cammy Badenoch en Robert Jendrick. En Badenoch was ook op een gegeven moment minister in het kabinet van Sunak, hè? Ja, dat zijn ze inderdaad alle twee geweest. Ja. Maar de Brits-Nigeriaanse Badenoch is heel uitgesproken. Ze is heel erg no-nonsense. Ja. Dat is ook de reden waarom ze buiten de partij ook is opgemerkt. Want zoals je zegt, het was nogal een komen en gaan van ministers onder Johnson en Liz Truss. Echt niet bij te houden wie op welke post zat en hoe lang. Ja. Maar Badenoch kon je niet over het hoofd zien. Ze is erg uitgesproken. En ik denk dat je ook wel begrijpt, als je iets van haar gezien of gelezen hebt, waarom haar politieke heldin Margaret Thatcher was toen ze opgroeide. Ze is erg strijdlustig. Iemand heeft zelfs van haar gezegd, die kan een vechtpartij beginnen in een lege kamer. En dan winnen. En nog winnen. Ja. Nogmaals, ze heeft al een paar ministersrollen vervuld. Ze is 44. Een paar jaar ouder dan Robert Jendrick. Alle twee komen trouwens uit de rechtshoek van de partij. Jendrick was een bedrijfsadvocaat voordat hij de politiek instapte. Sindsdien langzaam opgeschoven naar meer en meer en meer rechts. Wil bijvoorbeeld dat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Conventie van Mensenrechten. Alle twee profileren zich op immigratie en wedijveren eigenlijk wie het snelste de meeste immigranten uit het Verenigd Koninkrijk weg kan sturen. Ja, nou is dat. Morgen is dan dat partijcongres waar de echte keuze wordt gemaakt. Gisteren was de laatste kans voor Tories om te stemmen. Als ik jou zo hoor, Badenoch heeft de beste papier om het te worden. Ja, ik denk het wel. Ze heeft lang voorgelegen. Vergeleken met Jendrick is zij ook de meest originele denker. En ik denk, maar waar de Britse conservatieven, want het is niet echt een congres, de meeste van de 160.000 conservatieven hebben al gestemd. Ja. De uitslag wordt morgen bekendgemaakt. Oké. Ja. Zij kiezen dus de oppositieleider. En voor hen is het allerbelangrijkste wie van de twee de meest conservatieve waarden naar buiten draagt. In een peiling werd gevraagd, wat is het belangrijkste? Kiezen jullie voor iemand die echt staat voor conservatieve partijwaarden of voor iemand die staat voor, die de beste kans maakt een Labour-partij te verslaan? Ja. En dan was het altijd het eerste. Dus ik denk, als je dat langs de lat van Badenoch legt, dat zij dan naar voren komt als de winnaar. Maakt. Juist. Ja. Toch, kan dit de Brit interesseren? Gewoon de gemiddelde Joe Average op straat. Wie of wat er de partij gaat leiden. Want ja, we zitten nu met een Labour-regering. Heeft de Brit nog wel zin in politiek? Nee, niet zeker niet in conservatieve politiek. Nee, de Britten zijn afgehaakt. Ik bedoel, als je kijkt naar de peilingen, dat geldt ook voor degene trouwens die in juli op de conservatieve stemmen. Ook zij zijn afgehaakt. De kiezers kennen de leiderschapskandidaten niet of niet goed. Ze willen ze ook niet kennen. Geen interesse. Ik denk dat dat ook komt omdat de conservatieven niet meer zoveel voorstellen. Zoals je zei, het was de grootste nederlaag die ze leden ooit tijdens de verkiezingen van juli. Ja. En een oppositiepartij die het moet opnemen in het Lagerhuis tegen zo'n overweldigende Labour-macht, die heeft politiek niet zoveel in te brengen. Nee. Dus de Britten zijn er niet mee bezig. Nee, maar weten de Britten überhaupt iets over politiek? Kennen ze Keir Starmer inmiddels? Ze kennen Keir Starmer inmiddels wel. Ja, precies. Ze zullen ook wel leren wie de partijleider is van de conservatieven, van de grootste oppositie. Maar ik denk dat het nog wel even zal duren. Ja, en gaat er dan ook, stel dat het wordt een nieuwe wind waaien door die partij, gaan ze weer, want wat we weten, Starmer heeft afgelopen woensdag, Rachel Reeves, althans de minister van Financiën, de begroting gepresenteerd. Een begroting waarvan ze zelf zeggen, nou, dat is maar eenmalig en dat is een enorme pijnlijk. En daarna komt alles precies weer goed. Uiteindelijk doen ze datgene, Labour, wat de Tories hadden moeten doen, namelijk een stevige bezuinigingsronde inzetten. Maar gaat dat straks de Tories helpen om weer in het zadel te komen, is de vraag.
Nee, helemaal niet. Nee. Want wat de Labour-partij ook gedaan heeft, is veel meer overheidsuitgaven. Dus meer regeringsbemoeienis. Iets waar de conservatieven per definitie en principieel tegen zijn. Uh-huh. En wat de Labour-partij ook gedaan heeft als regering, is de belastingen optrekken tot zo'n hoog niveau dat ook dat historisch hoog is. Ook iets waar de conservatieven principieel tegen zijn. Ja. Dus nee, er gaat misschien wel een nieuwe wind waaien in de partij. Dat kan ook niet anders. Maar het zal vooral zijn om de persoonlijkheid, begrijp je, van de leider. Ja, precies. Ik denk, voor de nieuwe wind gaat waaien, moet de partij goed analyseren waarom het zo genadeloos verloor in juli. En definiëren waar deze conservatieve partij in dit tijdperk dan voor staat. Dat kost energie, dat kost tijd. En ik denk dat er, zoals het er nu naar uitziet, en daarom is de Britse kiezer ook afgehaakt, duurt het nog ontzettend lang voordat de conservatieven terug in Downing Street zitten. Duidelijk, dankjewel. Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK.